Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Zij kunnen voor vragen en advies terecht bij de VHG Ondernemershelpdesk. Johan Tunter, Ondernemershelpdesk VHG, goedemiddag. Belangrijk is dat VHG-leden zich onderscheiden. Speciaal voor de particuliere markt heeft de VHG Ondernemershelpdesk in samenwerking met de Stichting Garantiefonds Groen verschillende tools ontwikkeld om zich hiermee te kunnen onderscheiden. Zo heeft VHG onder andere een speciaal beeldmerk, een offertemap en een informatieflyer ontwikkeld. Hiermee kunnen VHG-leden zich bij tuineigenaren profileren als professionele hoveniersbedrijven, die op basis van duidelijke algemene voorwaarden garantie en zekerheden kunnen bieden. Deze praktische tools zijn alleen beschikbaar voor leden van branchevereniging VHG. Meer informatie over deze handige tools zijn te vinden op de VHG-site. Branchevereniging VHG maakt zich sterk om bestuurders en beleidsmakers te overtuigen van de maatschappelijke baten van groene daken en groene gevels. Ook de gemeente Soest haakt hierop in. Sinds april van dit jaar subsidieert de gemeente Soest groene daken. Eigenaren van gebouwen kunnen subsidie aanvragen als zij een groen dak aan gaan leggen. Groene daken bieden verschillende voordelen. Zij zorgen bijvoorbeeld voor vertraagde afvoer van water na hevige regenbuien, hebben een koelend effect tijdens warme dagen en dempen geluid. Groene daken en gevels leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving. En de insteek van de gemeente is dat het groene dak water vasthoudt. De subsidie wordt ook betaald vanuit de rioolheffing. En daarmee hopen we dat er minder water in het riool terechtkomt. Het is groen en er komen flora en fauna op af. Voor de insecten is het mooi. Dus dat is een bijkomend voordeel van het groene dak. Meer informatie over de effecten van een groen dak of gevel is te vinden op groenbovenalles.nl. De Groene Stad is een platform over de waarde van groen. En dan gaat het over de waarde van groen, over leefklimaat, over gezondheid van mensen, over de bevordering van biodiversiteit. We willen dus eigenlijk heel graag laten zien wat groen toevoegt aan ons dagelijks leven. De Groene Stad wil mensen bewust maken en vooral groen laten denken. Kijk maar eens om je heen. Als het groen is, voel je je natuurlijk veel prettiger in zo'n omgeving. Geldt ook dat kinderen bijvoorbeeld veel fijner spelen op een groen schoolplein. Of dat je sneller herstelt in een ziekenhuis als je uitzicht hebt op groen. Dat zijn allemaal voordelen die we samengevat hebben in een nieuw pamflet van de Groene Stad. We hebben onlangs ook naar gemeentes gestuurd om te laten zien wat de maatschappelijke baten van groen zijn. En meer informatie daarover vind je op www.degroenestad.nl. Sinds kort is er ook een internationale versie van de Groene Stad, namelijk de Green City. Nou, het doel van de Green City is eigenlijk dat we de boodschap dus ook internationaal kunnen brengen. En internationaal kunnen uitleggen wat de waarde van groen is voor onze samenleving. Nou, die contacten bijvoorbeeld via de landbouwraden op de ambassades gebruiken we om deze boodschap verder te gaan brengen. Dat doen we bijvoorbeeld met lezingen. Dus op die manier zetten we eigenlijk het groen ook internationaal hoog op de agenda. Meer weten over de internationale versie van de Groene Stad? Kijk dan op thegreencity.com.